Ik ben sinds 1 juni werkzaam bij de gemeente Rheda als jeugdboa. Een jeugdboa die maakt contact met jongeren, jeugd, met groepen die wel of geen overlast veroorzaken. Een jeugdboa die brengt ze in kaart, de overlastgroepen. Die gaat kijken waar de zorgvraag ligt, probeert overlast te beperken, probeert jongeren te helpen en een goede band te leggen met de jeugd. Dat doe je eigenlijk door vooral aanwezig te zijn. Vooral jezelf te laten zien, ook op momenten dat er geen overlast is. Er zijn 2 jeugdboa's actief. Dus wij hebben de primeur om het op te zetten. We hebben korte lijnen met de handhaving, veel meer bezig met ketenpartners. En uiteindelijk zijn wij veel meer zichtbaar op straat. Wat mij heel erg aanspreekt is dat je in eerste instantie heel dicht bij de jeugd staat. Er zit altijd een gedachte achter waarom ze hier zijn of waarom ze zo doen. En het is, vind ik, heel erg interessant om erachter te komen wat die gedachte is, waarom en of we ze misschien enige hulp kunnen bieden. Dat is voor mij wel het leukste wat aan het beroep. Dat je toch de jeugd daar kunt helpen aan een leuke toekomst, goede toekomst om het zo maar te zeggen. Ja.